dinsdag en leuk dat je kijkt naar deze tweede dagelijkse vlog. Het is vandaag dinsdag 7 april. Ik heb vanmorgen al online les gehad. Ik had eerst een soort quiz die we moesten maken van 10 tot half 11. En daarna hadden we een soort mentoruur van 11 tot half 12. Dus dat heb ik nu gehad. En ik ga eventjes die laadjes opnieuw indelen. Dus dat ga ik nu aan jullie laten zien. En dan ga ik straks lekker ontbijten. En er komen vandaag als het goed is ook wel pakketjes binnen. Dus kan ik dat aan jullie laten zien. Ik dacht eigenlijk ook dat mijn schoenen vandaag binnen zouden komen. Maar die komen volgens mij dus pas morgen. Zag ik net op die PostNL ding. En ik moet zelf ook nog eventjes een pakketje op de post doen vandaag. Dus ja. Maar we gaan eerst eventjes deze laadjes indelen. Oké, ik ga die bakken die ik gisteren bij de IKEA heb gekocht. Ga ik nu indelen. En dat ga ik samen met jullie doen. Ik heb nog geen idee hoe ik ze ga indelen. Ik denk gewoon dat ik het ga doen. Een gezichtla, een oogla en een lipla. Die lipla zal niet heel vol worden. Maar we gaan gewoon even kijken. Oké, gaan we beginnen met hier oogschaduwpaletjes. Maar ik denk dat ik deze weg ga doen. Dat ik die aan mijn moeder of zo ga geven. Ik leg het nu gewoon eventjes allemaal in een vakje waar ik alles ga neerleggen, denk ik. Hier over die tools en zo. En ik denk dat ik de dingen voor de wenkbrauwen hier ook bij ga doen. Want daar heb ik niet zo heel erg veel van. Backup mascara. Dus misschien dat ik die gewoon hier achter neerleg. Als een backup vakje, zeg maar. Nog een mascara. Oogschaduwbasis. Oogpotloodjes. En dit zijn dingen voor je wenkbrauw. Dus een. Hoe heet dit? Wenkbrauwgel. En dan nog twee potloodjes. Dan heb ik hier nog zo'n soort gel van NYX. Volgens mij stelt die helemaal niet scherp. Maar oké. Hier nog een extra poedertje. En hier nog twee mini mascara's. Dus die gaan hierbij. Een eyeliner. Die doe ik ook wel hierbij. Dan doe ik dit denk ik wel gewoon hier. En dan heb ik hier in het hoekje nog een vakje over. En daar ga ik deze dingetjes doen. Ik weet niet of je het kunt zien. Niet echt. Maar hier zitten allemaal dingetjes in voor bijvoorbeeld festivals. Om op je gezicht te plakken. Dus steentjes. En allemaal sterretjes en wimperlijm. Dus dat ga ik hier denk ik ook bij doen. Oh, nou, wimperlijm kan wel in dat voorste vakje. Maar dan ga ik al die sterretjes hierin doen. Oké. Eigenlijk is deze bak. Oké, ik ga dit even kleiner knippen, denk ik. Want dan past het er precies in. Oké, nu past deze hier precies in. Dus dan heb ik hier het laadje. En dan gaat die zometeen zo erin. Dan heb ik hier allemaal mascara's en eyeliners en oogpotlood. En dan twee wenkbrauwpotloodjes. Hier allemaal van die gekke toe-dingetjes. Nou, ik zal het zometeen allemaal wel laten zien als het in de la zit. En de volgende. En daar doe ik wel eventjes de lippen. Want die is het makkelijkst, denk ik. Ik denk dat die voor het gezicht het lastigste indelen wordt. Oh, ik heb hier nog drie mini-crushes. Die doe ik wel hierbij. Hier gaan we al die liquid dingen. En dan hier. Of wacht, ik kan ook natuurlijk omdraaien. Dan doe ik hier alle lippenbalsem. Doe ik die lipgloss van daarbij. Maak ik hier een backup vakje van. En dan doe ik die lippenstiftjes hier. Waar ga ik die allemaal houden? Nou, dit is niet echt een kleur voor mij. Die vind ik op zich wel mooi. Dus die hou ik wel. Oké, ik heb het nu zo gedaan dat ik hier mijn lippenbalsems heb gedaan. En ik ga al die babyliss dingen wegdoen. Want ja, het zit allemaal kleur in en ik draag dat toch niet. Dus dan doe ik dat wel gewoon weg. Want dan past het dus hier in dit vakje. En ik dacht, dan kan ik hierachter de nepwimpers doen. Want daar heb ik in het oogvakje geen ruimte meer voor. Dus dan doe ik dat gewoon lekker hierbij. Dat pak ik toch niet heel erg vaak. Laadje nummer 2. En dan de laatste la. En ik denk dat deze echt het meest hel wordt. Of na het valt denk ik eigenlijk misschien wel mee. Oké, even kijken. We gaan beginnen met deze twee highlighter paletten. Die wil ik namelijk allebei houden. Die poeder van Sleek vind ik wel heel mooi. Maar de rest is dus van dat crème. Maar ik bewaar hem voor nu nog wel eventjes. Oké, dan
ga ik in dit vakje hiervoor denk ik mijn foundation doen. Ik heb hier ook setting spray. Dus dat doe ik er denk ik bij. Anders gaat het niet passen. Mijn primer. Die wil ik houden. En die CC cream. Is die eigenlijk nog goed? Zo mooi voor een lichte dekking. Ja, oké. Ik hou hem nog wel. Gewoon eventjes goed schudden. Deze doe ik denk ik wel weg. Die heb ik toen in zo'n box gekregen. Oh, wow. Wat een vieze kleur. Eeuw. Nee. Dit ga ik echt gooien. Oh, nu heb ik ook een doekje nodig. Oké. Even kijken. Dan ga ik hier mijn concealers neerleggen, denk ik. Dit is ook een highlighter. Dan zo'n cream tour. Kijk, haha, daar zijn jullie. Dan nog zo'n cream crème contour dingetje. Die gebruik ik niet zo heel vaak. Maar het is wel de enige die ik heb. Dus die leg ik hier achter. En ik heb het nu trouwens eventjes omgedraaid. Ik heb hier die setting sprays in neergelegd. En twee van die stick highlighters en een vloeibare highlighter. En dit is een potje. Dat kan je dus als lippenbalsem gebruiken, maar ook als blush. Dus die leg ik daar ook bij. Want dat gebruik ik eigenlijk nooit, maar wil ik wel bewaren. Dan heb ik hiervoor heb ik die foundation en dingen liggen en zo. Zo ook gewoon alle paletten bij elkaar leggen. En dan hier alle losse dingen bij elkaar. Ja, ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Dat dat beter is. Oh, die is heel vervelend eruit te halen. Dan heb ik hier nog allemaal paletjes van Sleek. Dat zal ik even laten zien. Een blush palet. Dit is zo'n 2-in-1 contour paletje. Dan nog een ander contour palet. En dit is volgens mij ja, nog een groot reispaletje. Dus die leg ik denk ik allemaal hier neer. Kan dat niet zo? Ah, dat past. En dan heb ik hier nog een, wat is dit, een poeder. Die, maar dat is mijn enige normale poeder die ik heb, dus die leg ik gewoon hier neer. Oké, ik ga het nu in de lades leggen en dan zal ik laten zien hoe ik alles heb ingedeeld. Oké, de bovenste la is dus, daar ligt, even eruit halen nog, mascara's als reserve, want dit is echt mijn favoriete mascara. Ik krijg altijd de vraag welke ik gebruik, maar ik gebruik die. En dan daarachter liggen die festival glittertjes. Dan hier liggen wat extra dingetjes voor mijn wenkbrauw. Want de dingetjes die ik normaal altijd gebruik, dat staat daar in dat zakje. Dan ligt hier wat oogschaduw. Hier ligt dan mascara. Even kijken. Dit is als, hoe noem je dat ook weer? Oogschaduwbasis, eyeliner, oogpotlood. Dat soort dingen. En hier allemaal van die toeltjes. Dus nog een paar mini kwastjes. Wimperlijm, pincet. Dus om nepwimpers mee vast te zetten. En dit ook. Dus dat is het eerste laadje. Dan het tweede laadje. En hier zitten dus alle paletjes in en zo met highlighter en bronzer en blush. Hier zitten die setting sprays in en die liquid dingen. Concealers, bronzer, blush, bronzer. En dan hier mijn poeder. En zit hier nog die BB cream in van Maybelline, die gebruik ik dus soms om mijn wenkbrauw zeg maar een beetje zo strak mee te maken. Foundation, primer en een CC cream. Dus dat is die. En dan de laatste bladen. En dan daarachter zit dus een backup van mijn lippenbalsem die ik heel erg fijn vind. En dan hier nog wat nepwimpers. Dan hier heel zielig twee potloodjes. Kan ik dat beter zo doen dan? Nou, wat top. Ja, beter dit. Oké, hier zitten allemaal lipglossjes in en long-lasting shit dingen en zo. Hier dan een paar lipstiftjes. Hier wat lipliners. Heel zielig zo in dat bakje. En hier twee lippenbalsems. En dat is het. En dan is dit uiteindelijk dus nog wat ik wegdoe. Ik weet niet naar wie. Want
er is niemand echt die dit gebruikt. Ja, misschien wil Dagmar dat oogschaduwpalet en die highlighter en zo hebben. Wij gaan lekker wat te ontbijten maken. Ik denk dat ik lekker een eitje ga maken. Ik noem wel ook een eitje, die mag ik natuurlijk gaan maken. Wat? Ja, die man was om 11 uur komen ophalen. Yoghurt of een eitje? Ik ga wel yoghurt nemen. Yoghurt en dan lekker verse aardbeidjes erheen ga ik eten. En dan ga ik ook nog een paar bosbessen omdooien. En dat wordt mijn ontbijt. Maar ik ga eerst even een eitje voor Miel maken. Oké, nu ga ik voor mezelf wat ontbijt maken. En ik ga daarvoor eerst eventjes die bosbessen omdooien in de magnetron. Ik doe ze altijd maar heel eventjes, dat ze gewoon een beetje omdooien. Want ik vind het wel lekker als ze heel erg koud zijn. Zo. En dan ga ik ondertussen eventjes een paar aardbeidjes schoonmaken en snijden. Die ik er ook doorheen kan gaan doen. Oké, deze ga ik eventjes schoonmaken eerst onder de kraan. En dan eventjes de schil eraf halen. Of dat groene dingetje. En dan snij ik ze ook nog eventjes een keertje door het midden. Omdat ze anders wel heel groot zijn. Zo, die aardbeien zijn echt lekker, Miel. Ja, hè? Ja. Lekker zoet zijn ze. Oké. De besjes zijn ontdooid. Dan doe ik daar de aardbeien bij. En dan pak ik deze Griekse yoghurt stel 10% vet. En daar doe ik dan een beetje van bij. Zo, en dan ga ik het even mengen om te kijken of ik het genoeg vind. En dan zoek ik er nog een beetje bij. Kijk nou hoe schattig kleurtje het heeft gekregen. Echt heel leuk. Oké. En dan ga ik dit lekker opeten. Ik ga even een pakketje inpakken voor je net wardrobe. Want ik heb er wat verkocht. Maar er is ook het allermooiste, beste oogschaduwpalet aller tijden binnengekomen. Ik ga hem jullie laten zien, want dit moeten jullie zien. Ik ben de laatste tijd dus echt een beetje obsessed met make-up. Ik heb dus ook al allemaal nieuwe make-up kwasten besteld en zo. Dat zou eigenlijk ook vandaag binnenkomen. Er zou vandaag heel veel binnenkomen, maar ik keek net op de PostNL app. En dit was het enigste wat ze zouden bezorgen vandaag. En de rest komt dus pas morgen. Dus dat kan ik morgen pas aan jullie laten zien, maar ik ben hier zo ontzettend blij mee. Ik ben dus een beetje obsessief de laatste tijd met make-up. Mijn make-up kopen. Terwijl ik draag eigenlijk altijd alleen maar concealer. Ik doe mijn wenkbrauwen en mascara. Maar ik zag het en ik wil het gewoon hebben. En ze hebben nu bij de Bijenkorf. Kan mijn camera nou bijna leeg zijn? Shit, ik ga hem zo even opladen doen. Maar bij de Bijenkorf hebben ze nu dus paassale. En dat is als jullie deze vlog zien ook nog steeds. Dus zeker een aanrader. Maar ik heb dus het allermooiste oogschaduwpalet ooit gekocht. Echt, ik ben echt verliefd. Het is het MAC Arts Library. In de kleur Flame Boyant of zoiets, denk ik dat het is. Ik heb er echt de ballen verstand van, maar oh my god. Ik ga hem even voor jullie openmaken. Ze hadden ook nog een ander palet van MAC. Die wil ik ook heel erg graag, maar die hadden ze dus niet bij de Bijenkorf. En ik hoop dat er bij de Douglas nog paasseal gaat komen. Want dan kan ik hem bij de Douglas bestellen, want ik ga er niet de volle prijs voor betalen. Hij is normaal namelijk €45. En nu was hij dus maar €36. Maar oh my god. Oh, ik zal even een papiertje eraf halen. Hoe mooi is dit palet. Het zijn dus bruine en oranje met je rode tint. Maar ik hou er heel erg van. Eigenlijk alle oogschaduw die bij mij in mijn la liggen. Ik heb niet veel oogschaduw. Maar wat er bij mij in mijn la ligt zijn deze kleuren. Omdat ik deze kleuren gewoon heel erg mooi vind staan bij mijn ogen. Kijk nou hoe bizar mooi dit is. Echt love it. Ik ga er deze dagen, als mijn kwasten binnen zijn morgen, ga ik wel eventjes proberen een leuk lookje ermee te maken. Ik ben hier echt zo blij mee. Echt heel erg blij mee. Ik moet me echt gaan inhouden om niet te veel make-up te gaan bestellen. Want ik gebruik het gewoon niet. Maar als er chill is en Fleur heeft geld en niks te doen, dan ja, gaat het heel snel dat bestellen. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus die ga ik nu ook in mijn nieuwe make-up la leggen.
En als het goed is, komen er morgen allemaal nieuwe make-up kwasten binnen. En ik ga denk ik toch nog wel eventjes kijken voor een leuk MAC lipstiftje of zo. Of iets. Of ik weet niet. Of misschien... Kijk, dit is dus mijn foundation van MAC. En dit is echt mijn favoriet. Ik heb hem in de kleur C3. Misschien dat ik die er opnieuw ga bestellen. Of nog een leuke blush of iets. En ik weet niet of ik dat eens had verteld. Maar ik heb dus een bronzer van MAC. Alleen, kijk. Ik heb echt met alle kracht die ik heb geprobeerd eraf te krijgen. Maar dan doe ik zo. Dan zit er heel minimaal wat op mijn hand. Maar doe ik het zo. Komt er niks van af. Dus wanneer de quarantainetijd voorbij is. En de doekles weer open is. Ga ik maar even langs de doekles. Want het lijkt wel nep dit. Het lijkt wel nep. Dus ja. Maar goed. Goed verhaal. Mijn camera die is dus aan het knipperen. Ga ik eventjes in de oplader doen. Zodat ik straks weer gewoon verder kan filmen. Ik moet gewoon voor mezelf elke nacht standaard mijn camera aan de oplader gaan doen. Want ik heb hem nu gewoon echt iedere dag. Geloof het of niet. Maar ik ga koken. We gaan tacos eten. Of nou, Miel gaat tacos eten. En ik heb dit nog nooit gemaakt. Dus geen idee. Maar ik heb in ieder geval net roerbak groenten gehad bij de Albert Heijn. En crème fraîche doet hij er altijd op. En ook van die taco saus. En dan natuurlijk nog gehakt. Ik ga nu eerst dat gehakt gaar maken. Ik weet niet wat ik zeg. En dan de roerbak groenten en dingen erbij. En dan moeten die taco's in de oven. En we gaan het allemaal zien. Nou, als je ooit nog zegt dat ik niet kan koken. Hoi oma. Heb je misschien een ei die ik mag hebben? Nee, wil je zeggen. Ja? Oké, dan komt Milan die even halen. Eentje. Dankjewel. Doei. And I miss you. Verder kan ik hem niet. Milan en ik gaan de lekkerste cake aller tijden maken. Namelijk een appel kaneelcake. Ik mag hem niet, want ik zit op een soort van dieet. Dus ik ga alleen helpen maken. Ik mag hem niet eten. Maar het is dus van, wat is dit? Koopmans. En dit is zo'n lekkere cake. We gaan voor jullie maken. Of nou, niet voor jullie. We gaan laten zien hoe we maken. Mildy is eventjes een eitje bij mijn oma aan het halen. Want we hebben maar 3 eieren en je hebt er 4 nodig. Dus ik ga eventjes een kookbakvorm pakken. Klopt de boter? Hebben we boter überhaupt? Oké, je hebt dus 175 gram boter nodig. 4 eieren. En 1 of 2 appels. En de rest zit in het pak zelf. Dan moet je dus nu het meel. Beslag, weet ik hoe je het noemt. In een beslagpan doen. En dan hierbij moet je nog 4 eieren doen. Oké, en dan moet je dus het bloemmeel, weet ik wat het is, en die 4 eieren moet je eerst rustig gaan opkloppen op de laagste stand. Dus dat ga ik nu eens eerst doen. Oh shit, we moeten de oven nog voor verwarmen. Oké, dat heb ik nu gedaan. Dan... Oh shit, ik had eerst de boter erbij moeten doen. Oké, zo is die toch wel goed, Miel? Zo is die toch wel luchtig genoeg? Ja. Ik ben niet zeker. Of nog meer? Nee. Ja? Is goed zo? Voeg de appelstukjes en de kaneelsuiker aan beslag toe en meng deze met een spatel nog eventjes door. Doe beslag in de cakevorm en zet hem in de oven. Die kaneel ruikt zo lekker. Dan ziet het er zo uit. En we gaan nu in de beslag doen. In de beslagding. Bakvorm, ja. Best een klein beslagkom of bakvormpje. Nee, dit is beter.
Ja, zo'n siliconisch beker. Ja, maar sowieso, die andere was heel lang en dun. Nu heb je lekker dik, nu heb je lekker hoge plakken. Hij is klaar en het ruikt zo lekker. Oh my god, hij is echt heel hoog geworden. Oh, lekker. Oké, ik ga hem er even uit. Oké, nu nog even laten afkoelen alleen. Het is al best wel laat op de avond, volgens mij is het echt wel 11:30 of zo. Dus ik ga lekker mijn tanden poetsen en deze vlog afsluiten. En nog even in bed filmpjes kijken en dan lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Waarin, als het goed is, deze keer wel heel veel pakketjes binnenkomen. Ik hoop ook echt dat mijn schoenen nu binnen gaan komen. Want dan kan ik die ergens deze dagen gaan customizen. Ik denk dat ik dat dan donderdag ga doen. Ja, het ligt er natuurlijk aan wanneer die verf binnenkomt. Maar ja, ik hoop dat jullie vandaag weer leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen weer.